is eigenlijk een jaarlijks terugkerend fenomeen, de spelerspresentatie. En nou, gezien het aantal aanmeldingen, 200, is het elk jaar weer een groot succes. Was het lastig om de spelers hier naartoe te halen? Nou, op zich niet. Nee, het was op zich wel. We hadden wel graag hadden ze hier de passes zo doen, maar het was nee, geen probleem. Ik vind het zelf ook leuk. Jullie doen het ook op een hele ludieke en ontspannen manier. Ja, ja, daar hebben we bewust voor gekozen om het een beetje ontspannen te doen. En een beetje, dat weeg je mee in de presentatrice, de keuze van de presentatrice. De locatie is belangrijk. En we proberen de spelers ook een beetje luchtig weg te zetten. En dat is denk ik leuk gelukt. Hoe modieus is het nieuwe clubkostuum? Nou, het is verre van. Het is super modieus zelfs. Zeker een beetje outcoming. De technische staf heeft een keurig pak aan met een keurige das. Netjes gekleed, representatief. De spelers zijn natuurlijk wat meer gewoon een stuk sportiever. Een leuke chino, een geprint hemd. Leuk strak kobertje, dus ja, super modieus zelf. NAC leeft zeker in de regio. Zonder meer bij de sponsor, je merkt nu in ieder geval een vrij ontspannenheid. Dus gewoon een goede sfeer. Ja, en dat stralen wij zelf ook uit. We proberen sowieso onze biscuitactiviteiten te roleren bij sponsoren van ons. Maar het zou zomaar kunnen. Bij de presentatie van de kostuums is het natuurlijk logisch dat je voor Bastiaans of voor Geels kiest. Maar wie weet, we laten alle mogelijkheden volgend jaar open.